Ik speel Eva van Duren. Eva van Duren is een advocate. En iemand die enorm van rechtvaardigheid houdt en op haar doel afgaat. Maar ze heeft ook een Achilleshiel. En daar wordt ze in deze serie behoorlijk mee geconfronteerd. Want ze is ooit heel erg gekwetst door haar grote liefde, Daniel Elias. En zij wordt nu, omdat er een meisje vermist is, gevraagd door de familie van het slachtoffer om achter de verdachte aan te gaan. En dat is Daniel Elias. Dus zij krijgt weer te maken met haar grote liefde. Wat doe jij hier? Wij waren samen. Laat me hier buiten, Daniel. Ik weet dat je niet aan geheugenverlies leidt. Ik weet wie jij bent. Wat wel heel gaaf is aan de serie is dat eigenlijk weet je nooit precies wie je voor je hebt. Dus wat dat betreft is het ook wel echt een psychologische thriller. Omdat het zo onder je huid kruipt. En omdat er mensen die misschien eigenlijk helemaal niet zo slecht in elkaar zitten, toch te maken krijgen met hele heftige dingen, worden ze wel op de proef gesteld. En daardoor weet je eigenlijk niet of je weet vanaf het begin af aan niet of je Daniel kan vertrouwen. Hij zegt dat hij geheugenverlies heeft. Je weet niet of dat waar is of niet. En zo zijn er zijn zoveel plotwendingen dat je eigenlijk continu bezig bent met, kan ik hiervan op aan of niet? Ik wil dat u mijn dochter vindt, zodat er een einde komt aan deze nachtmerrie. Neemt u de zaak aan? Ja. Er komt wel een heleboel narigheid naar boven. Ja, absoluut. Maar dat is ook heel lekker om naar te kijken. Schuldig of onschuldig? Want ik kan me niks meer herinneren.